Mario Carix, we staan bijna aan de vooravond van de Marathon van Rotterdam. Komen dan bij de directeur de gezonde kriebels in de buik? Absoluut, ja. Gezonde wedstrijdspanning noemen we dat. En dat betreft aan de vooravond van eigenlijk het NN Marathon weekend. Morgen starten we natuurlijk met de Kids Runs en de AA City Run. Bij elkaar een kleine 7.500 à 8.000 deelnemers gaan daar een plaats vinden. Fantastische ambiance, vergelijkbaar met die van zondag. Daar bouwen we alles op, zodat in ieder geval ook de kinderen een absolute beleving meekrijgen. We zien een enorme groei van het aantal kinderen en dat vinden we fijn, want we willen zoveel mogelijk mensen in beweging zetten. En het is natuurlijk fantastisch om daar al jong mee te beginnen en daar een legacy te bouwen, zodat die als ze wat ouder zijn ook nog aan de andere afstanden mee zouden kunnen doen. Dus dat betreft kijken we uit naar een hele mooi weekend. Met natuurlijk zondag het hoogtepunt, de marathon. Eerst even naar de Nederlanders. Drie sterke landgenoten aan de start. Ja, absoluut. Nou, je hebt net het verhaal gehoord. Ik denk dat ze alle drie willen gaan voor een 2:10-tijd en sommigen eronder. En het wordt een hele spannende wedstrijd. We hebben er veel aan gedaan. We hebben natuurlijk vroegtijdig met elkaar gesproken van hoe kunnen we jullie het beste helpen. Daarin zijn hazen, tempomakers voor hun ingezet. Ook hebben ze daar zelf de keuze in gehad. Dus dat betreft faciliteren wij de drie atleten op een enorme manier. Dus dat betreft gaan we zondag zien of dat inderdaad de ambities gaan waarmaken. En dat betreft hebben we er alles aan gedaan om dat te laten slagen. En het wordt een hele spannende wedstrijd. Dus ik ben erg benieuwd. Ja. Net voor die Nederlanders loopt dan een groepje met vooral Kenianen. Zij gaan vooral voor een spannende wedstrijd, hè? Ze gaan een spannende wedstrijd gaan. Het zijn allemaal mensen, zeg maar even, atleten die op punt staan om nog een keer een stap verder te maken, een stap sneller. Dat willen ze doen in Rotterdam op het snelle parcours. Wij gaan ze daarin uiteraard ook faciliteren. Het is een compacte groep. We hebben niet echt een torenhoge favoriet en dat maakt het wedstrijd ook heel spannend. En we proberen inderdaad een sub-2.6, dus een 2.5 tijd op de klokken te krijgen. En dat gaat gebeuren met veel samen te werken. Je hoorde het net ook de atleten zeggen, van we zijn met elkaar bezig om hier die stap te maken. Dus ook dat wordt een spannende wedstrijd en we hopen met een snelle tijd. Ja. Die richttijd is in het verleden wel sneller geweest, of de ambitie voor die tijd. Waarom nu gekozen voor dit concept, noem ik het maar even? Ja, we hebben dit jaar gekozen voor met name atleten die recentelijk hun tijd hebben gelopen. Vorig jaar hadden we toch een aantal atleten erbij die zeg maar even een mooie tijd hadden staan, 2:04 tijd. Maar het was wel wat langer geleden. Dus we hebben gezegd, nou daar willen we dus niet meer voor gaan. We willen nu een compacte groep hebben. We willen talent scouten. We willen talent de gelegenheid geven om in Rotterdam die springplankfunctie die we hebben in Rotterdam te gebruiken. En we hopen daar in ieder geval een 2:05 de klok te krijgen. Dan gaat het natuurlijk ook altijd over de omstandigheden waaronder dat moet gebeuren. Wordt er gekeken naar het weer. Het wordt aan de warme kant, maar daar zullen ze 's ochtends misschien nog niet al te veel last van hebben. Ja, dat is de verwachting. Zoals ik dat van Ed Alders heb begrepen, dan starten we om 10 uur met 12 graden. En dat loopt dan tot 12 uur naar 15, 16 graden. Dus dat betreft zal dat voor de topatleten wel meevallen. Daarna gaat het inderdaad door met de warmte, met een hoogtepunt om 2, 3 uur richting 19, 20 graden. En dus dat betreft wordt dat voor de mensen die daar in die periode gaan lopen, wordt het een warme marathon. Ja. Vooral recreanten zijn dat dus die zich daar wel tegen moeten wapenen of in elk geval op voorbereid moeten zijn. Ja, klopt. We hebben er ook begin van de week al besluit genomen om op te schalen bij sponsposten en bij drinkposten. Adviseren uiteraard iedereen regelmatig te drinken en genoeg te drinken. Te beginnen eigenlijk al met de dagen voorafgaande om in ieder geval een goede vochtbalans te hebben vanaf het begin. En uiteraard de keuze voor kleding, maar ook belangrijk is de ambitie. Ik denk als je om deze omstandigheden, met 17, 18, 19, 20 graden, dan zijn het geen omstandigheden om daar te gaan voor een PR. Geniet van het parcours, geniet van de enorme drommen mensen, want het mooie weer zal wel enorm veel meer mensen naar de stad toe brengen. En probeer daar inderdaad de ambitie eventjes op bij te stellen. Voor die mensen denk ik hardlopen wellicht een andere keer, maar nu voornamelijk genieten van dit mooie evenement.